Het is 19 minuten over 5. U luistert naar Drenthe Nu. Er is een schoolstrijd in Meppel aan de gang. De Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs, PCBO in Meppel, begint per 1 augustus een school in de nieuwe wijk Nieuwveense Landen. Dit tot verbazing van de Vereniging van Openbaar Onderwijs Promes. Die ging nog uit van samenwerking. De Meppeler politiek mengt zich nu ook in het wel-eens-niet-te-spelletje en stelt vragen aan onderwijswethouder Koos de Vos. GroenLinks-raadslid Hans Kuipers. Ik wil nou wel eens weten van wie heeft er nou gelijk? Gaat er hier inderdaad nou op 1 augustus een school openen? Of is dat voorbarig aangekondigd? En hoe zit het nou met die afspraken met de gemeente? Zouden ze inderdaad samen een school gaan openen? Of ieder apart? Als er een soort schoolstrijd ontstaat, dan moet de wethouder daar gewoon hard op ingrijpen. Want dat is nooit in het belang van de mensen die hier gaan wonen en ook niet van de kinderen. Het is een nieuwe wijk in ontwikkeling. Er staat nu een aantal huizen, maar ja, het wordt groot. Dus een voorziening als een school is nodig. Ja, zeker weten. Als je kijkt naar de Belgisch landen, daar zijn helemaal geen voorzieningen, ook geen school. Iedereen moet helemaal de Codex landen in. En ik ben blij dat nu in Nieuw-Veense landen in ieder geval gezegd wordt, we zetten wel in op voorzieningen en ook zo vroeg een school. Ook al zijn er straks in september nog maar 10, 15 leerlingen. We willen daar toch in ieder geval wat met onderwijs gaan doen. Wat was nou de grootste verrassing? Dat er blijkbaar strijd is tussen die twee stichtingen? Of dat het PCBO zomaar aankondigde van wij beginnen op 1 augustus 2015 een school? Vooral de combinatie van twee berichten van hey, wij starten met een school. En vervolgens Promes die reageert van nou ja, dat kan helemaal niet. Dat zijn niet de afspraken. En ja, het is nou gewoon heel onduidelijk wat er precies is afgesproken. Ook wat de rol van de gemeente daarin is geweest tot nu toe. Dus ik wil dat gewoon donderdag van de wethouder horen. Raadslid Hans Kuipers was dat in gesprek met Jeppe Oostinga. Aan de telefoon Herman Langhorst, directeur van vereniging PCBO. Meneer Langhorst, goedemiddag. Goedemiddag. Dus u gaat op eigen houtje een school beginnen in de Nieuw-Veense landen? Nou, we gaan als PCBO een school beginnen. Maar dat is al wel zeker 5 jaar bekend. Want zo'n 5 jaar geleden zijn we door de gemeente gevraagd om mee te denken over scholen die in die wijk zouden komen. En nou is die wijk natuurlijk een stuk kleiner geworden in de loop van de tijd door de economische crisis. En leek het er even op dat er helemaal geen school zou komen. Maar wij hadden al een werkgroep ingericht 5 jaar geleden op verzoek van de gemeente om zo'n school te ontwikkelen. Ja, maar u zou toch samenwerken met Promes? Nou ja, dat is een verhaal wat ik niet helemaal goed begrijp. Want we hebben mensen die de regelgeving in het onderwijs kennen weten dat je in een krimpgebied wel een samenwerkingsschool mag starten. Maar Meppel is geen krimpgebied, dus daar mag dat helemaal niet. Dus dat hebben we ook nooit afgesproken. Dus ja, waar dat verhaal vandaan komt, weet ik niet. Maar er zijn ook geen gesprekken geweest tussen Promes en u? Wij zijn gezamenlijk bij de gemeente geweest. We hebben allebei apart een aanvraag gedaan bij de gemeente om op het plan van scholen te komen. Dus daar is een gesprek geweest. En we hebben ook gekeken, zijn er dingen die we samen kunnen doen? Dan moet u weten, dat was in 2011... En een van de dingen waarvan we toen gezegd hebben, dus niet het onderwijs op zich, maar misschien wel de voorschoolse voorzieningen. Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Nou, toen is er in 2013 iets gebeurd wat de gemeenteraad in Meppel heel goed weet. Toen heeft Promes namelijk voor gekozen om niet met ons, maar met een andere partij, met ASCA, samen peuterspeelzaalwerk te starten in Meppel. Ja, en daarmee was die afspraak van de baan om het voorschoolse traject samen te doen. Ja, dus u snapt eigenlijk de hele turbulentie niet. Ik snap het echt niet. En het woord schoolstrijd zou ik ook niet in de mond nemen. Het is gewoon hartstikke mooi dat wij een mogelijkheid gezien hebben. Want kijk, er wonen nog veel te weinig kinderen in die wijk om echt een school te starten. Dus wat we doen is een dependance, een afdeling. Mm-hmm. Dan zit je niet aan die eisen voor 200 leerlingen in 5 jaar. Want dat haalt geen enkele school. Al zou heel onderwijs het Meppel samen een school oprichten in die wijk. He, over 5 jaar zitten er maximaal 120 kinderen op die school. Ja, maar u zegt eigenlijk van samenwerking, daar is al sinds 2013 helemaal geen sprake meer. Dus ja, die vragen die de politieke partij op dit moment stelt, die zijn eigenlijk overbodig, want ze weten precies hoe het zit. Nou, ze kunnen precies weten hoe het zit. Het is natuurlijk wel zo dat mevrouw De Wit dat wel geopperd heeft in dat programma van Omroep Meppel. Dus ik snap wel dat daar een vraag over komt. Ja, maar per 1 augustus staat er dus gewoon een nieuwe dependance in de Nieuw-Veense landen. Ja, kijk, voor de ouders is dat gewoon een nieuwe basisschool, zeg maar. Hij krijgt ook echt een eigen gezicht. Het wordt een hele moderne school. He, kinderen krijgen bijvoorbeeld vanaf het begin, als ze 4 zijn, al een tablet. Kinderen zitten ook niet gegroepeerd op leeftijds, zoals dat meestal is op scholen. Ja. Het wordt echt een school die helemaal rekening houdt met wat we in de 21ste eeuw eigenlijk van een school zouden mogen verwachten.
We zijn er al een tijdje mee bezig. Ja. Alleen het is officieel, juridisch gezien, wel een dependans. Dat is duidelijk. Dus... Meneer Langhorst, ik dank u wel voor het gesprek. Directeur van de vereniging van PCBO was dat.